Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dart Podcast van Nederland achter de Okkie. En vandaag zijn we bij niemand te gast. Ik zit tegenover Pim Hubers. Pim, welkom. Hallo, hallo, Mike. Erik is momenteel op vakantie, maar Pim is natuurlijk een meer dan waardig vervanger. Pim hebben we natuurlijk in de tweede podcast dit jaar ook al gehoord. Dus ik zal zeggen, we gaan gewoon beginnen. Ik heb er zin in, Mike. Ja, ik ook. Nou, we gaan natuurlijk meteen beginnen met de World Grand Prix. Ja, dan beginnen we toch bij een van de eerste wedstrijden. Dat was Ian White. Die speelde tegen Joe Cullen. Cullen die stond eigenlijk op het punt de wedstrijd binnen te halen. Ja, en wat er toen gebeurde? Nou ja, om te beginnen vond ik Ian White. Iedereen zegt het natuurlijk al, is een doodsaaie speler. Maar hij deed het toch wel weer goed op die... op die World Grand Prix. En ik moet zeggen, ik heb de wedstrijd met Cullen niet live gezien. Maar ik heb natuurlijk wel teruggekeken. En dan wint White gewoon 6 legs op een rij. Nou, dat zie je natuurlijk niet heel vaak. En ik weet ook niet wat jij ervoor vindt. Iedereen zegt natuurlijk, Ian White, dat is echt een vloerspeler. En als je de cijfers bekijkt, dan is dat ook zo. Denk jij dat dit toernooi een soort begin is van een Ian White die bijvoorbeeld op het WK ook goed gaat doen? Nou ja, wat Jeffrey de Zwaan ook al aanhaalde in de vorige podcast, er zal toch een moment moeten komen voor Ian White dat hij over die drempel heen stapt en om het dan wel te doen. En dit was misschien wel een voorteken daarvan. Maar ja, die ronde daarna vliegt hij er volgens mij ook weer vrij kansloos uit. Ja, dan moet ik even de uitslagen erbij pakken. En misschien kan jij mij daar ook mee helpen. Oh, hij wint nog een rondje van Michael Smith, zie ik. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Ja, maar met alle eerlijkheid, Michael Smith die speelt natuurlijk niet zoals we van hem gewend zijn. Die speelde gewoon een hele slechte World Grand Prix. Ja, klopt. Ik vond hem zeker niet overtuigend. De wedstrijd begon hij eigenlijk al met een halve zweetkop van de zenuwen, leek het wel. Dus ja, ik hoop heel erg dat we Ian White, of Michael Smith, dat we die in ieder geval wat beter naar het WK zien komen. Maar daar zullen we later natuurlijk ook al nog over praten. We gaan meteen even verder met de eerste ronde wedstrijden. Ian White haalde de kwartfinale waar hij eruit ging tegen Chris Dobie. Het was nip, maar je zag natuurlijk toch weer dat White het grote tv-probleem voor Ian White. Hij komt gewoon tekort op tv. Jeffrey de Zwaan, die we natuurlijk in de vorige podcast hadden, die off the record zei dat hij stiekem hoopt tegen Steve Beaton te gooien. Ja, en dat deed hij vrij goed, hè? Dat was vrij eenvoudig. Ja, met alle respect, Steve Beaton, die is er natuurlijk wel altijd bij. Het is gewoon een levende legende, maar Jeffrey de Zwaan is gewoon beter dan Steve Beaton. Dus de Zwaan heeft gewoon gedaan wat hij moest doen, dat is gewoon winnen met 2-0. Wie niet gedaan heeft wat hij moest doen, aangezien hij een finale verdedigde, dat was Simon Whitlock. Ja, en Simon Whitlock die moest dus in de eerste ronde tegen Michael Smith. Beide speelden overigens echt een hele slechte wedstrijd. Simon Whitlock, deze wedstrijd heb ik namelijk wel live gezien. Aan de ene kant wel een spannende wedstrijd, omdat ze allebei zo slecht waren dat je niet wist wie er ging winnen. Whitlock die leek aan het begin van de wedstrijd te gaan winnen. Maar uiteindelijk was het dan Smith die de wedstrijd won. Maar ik vond Whitlock echt niet sterk. En ik heb hem al... Het is denk ik al een jaar lang dat Whitlock gewoon niet sterk is. Dat zijn pijlen raar in het bord zitten. En ja, dan zit het... Dan win je ook geen goede wedstrijd. En als je dan goed speelt, dan is het misschien met geluk. Maar het moet ook goed voelen om een wedstrijd te winnen. En dat idee heb ik niet bij Simon Whitlock. Ja, helaas voor Simon Whitlock. Kijk, het is een beetje erop of eronder de komende tijd voor Simon Whitlock. Met een slecht spel, dan staat hij over een jaar gewoon niet meer in de top 16 van de wereld, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Ik ben ervan overtuigd dat hij gewoon uit de top 16 valt, hoor. Ik denk dat het net als Rainbow van Barneveld, misschien moet Whitlock maar gaan denken aan stoppen. We hebben hele mooie tijd gehad, maar er komen nu gewoon te veel jongens die hetzelfde niveau kunnen halen. En zeker als een King een wederopstanding herleeft, die echt die jaren in de top 32 heeft gestaan. En als die dit blijft doordoen, bijvoorbeeld King,
dan denk ik echt wel dat hij serieus weer naar de top 16 toe gaat. Ja, over... ja, Mervyn King die heeft zeker goede dingen laten zien dit toernooi. Maar om even nog terug te komen op Whitlock. Ik ben heel benieuwd als hij uit die top 16 valt en zeg maar rond de beste 32 staat. Of hij dat dan kan blijven houden. Want dan moet je in één keer gaan presteren op de Players Championship toernooi. En dan moet je in één keer... elke cent is dan belangrijk voor Whitlock. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij dan zal spelen. Goed, Whitlock die lag er dus vroeg uit. Ja, dan gaan we naar de topfavoriet van het toernooi. En uiteindelijk ook de winnaar. Wat had hij het lastig, hè? In de eerste ronde tegen Jamie Hughes. Ja, maar dat had ik ook wel verwacht. Van tevoren vond ik, zeg maar, voor het toernooi had ik eigenlijk niet zo heel veel verwacht van Michael van Gerwen. Maar hij overtuigde al direct in de eerste wedstrijd en eigenlijk het hele toernooi. Ik weet niet wat jij van Michael van Gerwen vond, maar ik vond hem heel overtuigend van dit toernooi. Ja, wat je bij Michael vooral zag is dat als hij even in de moeilijkheden komt, vooral vanaf ronde 2 ging even de gas helemaal erop. En dan gooide hij zich sowieso weer langs. En dat zagen we eigenlijk ook, dat zagen we eigenlijk niet bij Rob Cross, bedoel ik. Die weer in de eerste ronde uitliep op de World Grand Prix. De World Grand Prix is toch niet het toernooi voor Rob Cross, zo te zien. Nee, hij won nog de eerste ronde van Mensen Sojewits, hè? Ja. Dat moet je niet vergeten, natuurlijk. Maar daarna verloor hij van Glenn Durant. En wel in een kraker. Maar ja, ik weet niet wat ik van Rob Cross moet vinden. Ik vind eigenlijk dat hij gewoon een beetje pech heeft altijd. Want hij speelt altijd supergoed. Ik vind hem overtuigend spelen. Meestal vind ik hem overtuigender spelen dan Michael van Gerwen. Maar misschien mist hij wat jij net zei. Dat laatste beetje, als je in de moeilijkheden komt, om wat extra gas te geven. En die wedstrijd gewoon binnen te slepen. Want dichtbij komt hij altijd om te winnen. Maar ja, uiteindelijk win je een wedstrijd pas als de laatste pijl in de dubbel zit. Klopt, dat zeg jij goed. En die laatste pijl aan de dubbel had Glenn Durant in de tweede ronde wel. En die versloeg in de tweede ronde Rob Cross. En zo kon Rob Cross ook vroegtijdig naar huis. Ja, dan gaan we naar de Nederlanders toe. Jermaine Wattimena? Ja, ik denk toch een beetje excuses is wel redelijk op de plaats. Vorige podcast zeggen zowel ik als Erik over Jermaine dat het nog niet echt wou lukken op tv. Ik denk dat Jermaine zich ongelooflijk goed bewezen heeft. En wie weet hebben we Jermaine ooit nog eens in de podcast. Lijkt mij leuk. Maar goed, in ieder geval in de eerste ronde draaide hij gewoon een 1-0 achterstand om. In een 2-1 overwinning. Tegen Jackpot Adrian Lewis. En Lewis was dicht bij de overwinning. Ja, nou sowieso is het al knap om Adrian Lewis te verslaan. In de ronde daarna verslaat hij Peter Wright. Dat is ook niet de minste natuurlijk. En daar verliest hij net van Glenn Durant, hè. Dus de kwartfinale is al de beste prestatie ooit op een PDC Major televisietoernooi. Maar hij haalt gewoon bijna de halve finale van dat toernooi. En ja, dat is gewoon een ongelofelijke prestatie voor Wattimena ook. En dan hopen we natuurlijk dat hij dat door kan zetten op bijvoorbeeld het EK, waar we later ook nog over door gaan praten. Maar ik zie Jermaine Wattimena zeker de volgende toernooi op televisie ook doen, ja. Ik denk dat hij dit het eerste toernooi is waar hij het gevoel weer heeft. En dat hij dat gewoon lekker kan doorzetten. Een andere Nederlander, die wint dan wel zijn eerste ronde partij heel netjes tegen Daryl Gurney. Ja, wat voor verklaring Danny Noppert dan de volgende wedstrijd geeft, vind ik toch een beetje niet serieus met de sport bezig. Dan moet je me even helpen, Mike. Nou, wat ik zal even voor ook... Ook voor de luisteraars vertellen. Danny Noppert zegt in het interview achteraf, na de wedstrijd tegen Nathan Espinol, dat hij dacht, ik weet niet meer op welke dubbel die stond en wat de stand was. Volgens mij stond het 2-0 in legs voor Nathan Espinol. En Noppert. Noppert die dacht dat hij voor de wedstrijd moest gooien op dubbel 8. En toen was hij eigenlijk verbaasd dat hij de wedstrijd niet gewonnen had. Terwijl het gewoon 2-0 in legs stond voor Nathan Espinol. Ik vind gewoon dat Danny Noppert op dat moment gewoon niet serieus genoeg met zijn sport bezig is. Je staat er op het hoogste podium, je wil winnen en dan geef je achteraf als verklaring. Zeg je gewoon, ja maar ik dacht dat ik voor de overwinning gooide. Ja, ik weet niet waar je op dat moment mee bezig bent, maar ik vind dat echt een hele kwalijke zaak op je als je op dat podium staat.
Ja, ik weet het ook niet. Of dat nou verwarring is, of dat het gewoon een slecht excuus is. Dat weet ik niet. Maar wat ik wel vind, is dat Danny Noppert, eigenlijk een beetje hetzelfde als Jermaine Wathimena, heeft zeker goede dingen laten zien op dit toernooi. Daryl Gurney versla je niet zomaar. Hij speelde niet zijn beste wedstrijd daar. Maar in tegenstelling tot een Simon Whitlock, zie je bij Noppert, net zoals Whitlock, ook heel vaak dat die pijlen een beetje schots en scheef, dat hij er half uithangen soms. Maar dit toernooi was het echt strakke pijlen in de triple bij Noppert. En dat is ook een reden waardoor hij gewoon van Gurney wist te winnen. En het net een Espinol moeilijk wist te maken. Maar ja, dan moet hij natuurlijk niet slechte excuses gaan verzinnen als hij de wedstrijd verliest. Of wat natuurlijk ook kan, zoals jij zegt, dat hij het niet helemaal serieus neemt. Of dat hij er niet helemaal bij de wedstrijd is. Dat vind ik een beetje raar. Goed, ja, ik denk mijn grote vriend in ieder geval, Vincent van der Voort, ja, die was terecht kwaad, hè? Nou, ik moet zeggen, ik heb de wedstrijd van der Voort niet gezien, helaas. Dus daar zal jij meer over weten, maar wat ik wel weet, is dat hij niet helemaal, dat het absoluut niet zijn wedstrijd was, of wel? Nou, op zich begint hij de eerste leg heel sterk. Hij wist eigenlijk alleen 6 pijlen meteen op een dubbel. Daarbij hangt er, sinds dit keer was er een ander kleur podium, was een blauw podium. Afgelopen weekend bij de Champions League Darts was een groen podium. Maar was er geen gordijntje voor de camera's, dus dan zie je alleen de camera bewegen. Het gordijntje hong er wel op de World Grand Prix. En in dat gordijntje zag je eigenlijk steeds die camera bewegen. En eigenlijk is de eerste die er wat over zegt, is Nathan Espinol. Dat was in het begin volgens mij de eerste lek meteen. En vervolgens zie je meteen van de Voort, ja, die verliest zichzelf gewoon compleet in die wedstrijd. Je ziet van de Voort gebaren maken, kwaad. Espinol ligt het spel nog een keer stil van wat is dit? Dit is irritant. Ja, Espinol gaat daar toch beter mee om. Ja, natuurlijk zal het vast irritant zijn, maar ik denk net zoals een wind op het podium of dat de zaal heel warm is. Je hebt er allebei last van. Dus, en zeker Vincent van der Voort, die heeft al zoveel toernooien op televisie gespeeld en zoveel wedstrijden op professioneel niveau. Ja, die moet er gewoon beter weten en gewoon zijn kopje erbij houden. Ik vind dat ook een beetje een slap excuus van Van der Voort. Terwijl ik Van der Voort echt wel echt een goede man vind. En het is echt wel een van mijn lievelingsstarters. Maar ja, hou je gewoon bij het spel en je kan klagen achteraf. Of je kan natuurlijk altijd naar de scheidsrechter gaan, maar het moet nooit de hoofdreden zijn dat je een wedstrijd hebt verloren, omdat er iets loopt te bewegen, terwijl er achter je 10.000 mensen aan het schreeuwen zijn. Dus ik vind dat ook een beetje een slap excuus eigenlijk. Ja, ik deel die mening zelf helaas niet. Ik vind dat Van der Voort compleet gelijk had. Dit slaat nergens op. Dag en vol was het ook al bekend. Mm-hmm. Hij zegt ook in het interview achteraf, als professionele bond kan dit gewoon niet. Nou, daar ben ik het gewoon volledig mee eens. Als jij je professioneel wil opstellen, dan zou je dit ook gewoon binnen de dag moeten verhelpen. Daar komt bij dat hij gisteren tijdens de uitzending van de Champions League of Darts, doet hij ook een uitspraak dat de spelers het spelletje met als sport gaan zien en de PDC als entertainment. Dat vond ik een hele mooie uitspraak van Vincent van der Voort. Ik denk dat wij als podcast daar ons volledig bij aansluiten. Ik denk dat Barry Hearn echt eens achter zijn oren moet gaan krabben wat er precies aan de hand is. Want het is één grote chaos op dit moment. Nee, daar ben ik het echt absoluut met jou eens, met Van der Voort eens. Zo'n Champions League of Darts is voor mij in ieder geval, ja, ik heb daar totaal geen interesse in om te kijken. Want dat zijn de wedstrijden. Punt 1 is, ze tellen niet mee voor de ranking. Dus ja, wat boeit het eigenlijk? En punt 2, het zijn wedstrijden die je het hele jaar al ziet op de Premier League. En in alle finales en halve finales van de grote toernooien, zeg maar. En ik snap ook niet waarom je een Eurotour bijvoorbeeld wel gerankt kan maken. Maar een ander voorbeeld, een World Series toernooi kan je niet gerankt maken. Zeg maar echt de lokale World Series toernooi. En hetzelfde geldt dus voor die Champions League of Darts. Waarom zou je een EK met de beste 32 wel gerankt kunnen maken en een Champions League of Darts met de beste 8 spelers niet gerankt kunnen maken? Ik vind dat zo'n raar idee. En dat is inderdaad wat Van der Voort zegt. Dat zijn puur toernooien om publiek te trekken. En ja, dat heeft niks met de dartsport te maken. Nee, dat heeft niks met de dartsport te maken inderdaad. Dit is een hele mooie discussie. Die gaan we op een latere podcast gaan we er zeker in terugkomen.
wie weet met iemand van de PDC of een, iemand in Nederland die iets met de klanten te maken heeft. Ja, dan gaan we verder naar de tweede ronde. Nou ja, Michael van Gerven die kwam meteen Jeffrey de Zwaan tegen. Ja, de Zwaan is geen moment in de wedstrijd geweest, hè? Nee, en dit is eigenlijk gewoon wat we al zeiden over Michael van Gerven. Jeffrey de Zaan die kan een mindere dag hebben, dat had hij, deze dag. En Michael van Gerwen, die blijft gewoon lekker gooien. Dus ja, en als je het niveau van Michael van Gerwen kent, dan weet je, als hij lekker blijft gooien, dan wint hij zijn meeste wedstrijden gewoon. Ja, we zijn er natuurlijk al, Danny Noppert vloog eruit. Wat die meenam ging wel door. Die was de sterk met 3 evil Peter Rye. Dat is echt een hele knappe prestatie van Jermaine wat die meenam. Wat het mooie is, is dat er 2 geplaatste spelers uitgingen. James Wade en Gary Anderson. Ja, en dat kan toch... Chris Dobie komen we zeker later in de podcast op terug. Maar King, ik weet niet wat die dit jaar heeft op de majors, maar die is ongelooflijk lekker bezig. Ja, zeker weten. Want op de Pro Tour zelf, op de vloertoernooien, springt hij er niet uit voor zijn prestaties. Maar als hij op televisie moet, dan laat hij in één keer weer zien wat hij kan. Maar zeker die tweede ronde, waar dus de geplaatste spelers, wat jij al zei, Anderson, Michael Smith, die verloor, Rob Cross verloor ook, en dus ook Peter Wright. Allemaal geplaatste spelers, die er gewoon in één keer uitvliegen. Ja, dat maakt een toernooi als deze natuurlijk wel heel interessant om naar te kijken. Dus ik heb echt wel genoten bij deze World Grand Prix. Ja, en natuurlijk halen we spelers als een prize hebben we nog niet eens benoemd. Maar die vliegen eruit tegen Dave Chisnall. Ja, en natuurlijk, nou, daar komen we trouwens later op terug. Deze bewaar ik nog even voor later in de podcast. In de tweede ronde, ja, verder niet heel veel verrassingen in mijn ogen. Ja, dat weet en Anderson eruit gaan. Ja, Wright en Cross gaan er ook uit. Maar ja, goed, als je de wedstrijden hebt gezien, dat zegt eigenlijk wel genoeg over die wedstrijden zelf. Het lijkt me mooi als we naar de kwartfinales gaan. En dan, nou ja, over Ian Wright hebben we het natuurlijk al gehad. Glenn Durrant verslaat Jermaine Wattimena. Wattimena verpest het zelf eigenlijk een beetje. Ja, verpesten. Ik zie het meer als Jermaine Wattimena heeft zich keihard in die wedstrijd geknokt. En Glenn Durrant is gewoon ongelooflijk moeilijk te verslaan. Dus ja, ik denk, hoe moeilijk het is ook om te zeggen, maar ik denk dat Jermaine Wattimena toch gewoon tevreden moet zijn met het resultaat. Goed, Jermaine mag tevreden zijn. Wie er ook tevreden mag zijn, dat is natuurlijk Glenn Durrant. Die gewoon in zijn derde major bij de PDC. Na de UK Open staat hij nu ook op de matchplay en op de World Grand Prix. Premier League tel ik uiteraard niet mee, want dat is een demo toernooi. Ja, gewoon 2 keer halve finale. 2 van de 3 keer halve finale op een major. Dat is echt gewoon heel knap. En het gekke is bij Glenn Durrant, normaal heb je bij een nieuwe speler, zelfs wel bij Rob Cross had je dat, dan denk je van, hè, wat doet hij hier? Is dit nou geluk? Of hoe kan dit? Maar bij Glenn Durrant is het gewoon net alsof hij er altijd al is geweest. Als je hem ziet spelen, dan denk je, ja, hij verdient ook gewoon een halve finale plaats. Ja, zeker verdient hij een halve finale plaats. En wie ook een halve finale plaats verdiende, dat was Dave Chisnall. Ja, zeker. Maar die in de weken voor de tunnel, Op de Pro Tours liet hij al heel veel goede dingen zien. Ja, ik moet zeggen, het verraste mij dat Dave Chisnall weer terug is. Want dat kan je zeker wel zeggen. Want hij speelde gewoon echt heel goed in de halve finale. Versloeg hij vrij simpel Glenn Durrant. Als je naar de uitslag kijkt dan met 4-1. En ook in de finale zelf tegen een goed spelende Van Gerwen. Dan wel, maar laat hij echt wel zien wat hij waard is, die Dave Chisnall. Ja, Dave Chisnall laat zien wat hij waard is, uiteraard. Ja, Michael van Gerwen, die volste werkelijk over Chris Dobie heen, die geen moment in de wedstrijd is geweest. Goed, Dobie is supergoed toernooi gespeeld. Gaan we zeker even terugkomen in de voorbereiding op het EK. Ja, en dan die finale. Ik ga het toch even aanhalen. De vorige keer hebben wij voorspellingen gedaan. Ik weet al niet meer exact wat de voorspellingen waren. Maar ik weet wel dat ik zelf voorspeld had dat ik Dave Chisnall in de finale zag staan. Tegen Gary Price. Wij wisten op dat moment natuurlijk nog niet wat de loting was. Dus de finale is eigenlijk voor mij gespeeld in de eerste ronde.
Maar dat maakt niet uit. Dave Chisnall haalt de finale. Ook al werd ik door veel critici alsnog de mond gesnoerd dat dat niet zo ging zijn. Chisnall is echt aan een supergoed jaar bezig. Hij is weg bij Target. Heeft hem denk ik een bepaalde bevrijding gegeven dat hij nu alleen de man is bij Heroes. Aangezien Glenn Durant daar weg is. Denk ik echt dat hij bevrijd is. En ik denk dat wij nog heel veel kunnen gaan verwachten van Dave Chisnall. Nou, dat hoop ik in ieder geval wel. Wat de Grand Prix zeker heeft laten zien, is dat de komende toernooien, waaronder dus het WK, dat dat ongelooflijk spannend is, gaat worden. Want buiten van Gerber, die ja, toch nog wel echt al de beste darter is, heb je gewoon echt een tiental spelers, een tiental darters, die allemaal van elkaar kunnen winnen. En die allemaal ook wel, als ze goed spelen, van Gerber kunnen winnen. Dat zie je met het toernooi, met de vroege uitschakelingen van Price en Cross en wat we allemaal hebben benoemd. En een Dave Chisnall die hier in de finale haalt. Ik denk dat we echt wel een van de spannendste WK's dit jaar zullen krijgen. Omdat het niveau zo erg dicht op elkaar zit. Nou, de finale heb ik zelf niet helemaal goed kunnen volgen. Aangezien ik met voor opnames van Road to het Jeugd WK. Die trouwens te bekijken is op het YouTube kanaal van Dutch Actueel. Ga dat zeker checken. Heel leuk content. Mm-hmm. Leuke content. Net voor de podcast is Wessel Nijman online gekomen. Ga zeker checken op het YouTube kanaal van Dutch Actueel. Ik zal zeggen, ga zeker kijken naar Rood. Doe het jeugd WK. Ja, ja. Maar goed, terugkomend nou op de finale. Ja, Michael van Gerwen. Ja, wat, ik heb hem wel kort teruggekeken. Het motortje ging aan. Elke keer als hij in de problemen kwam. En ja, hij heeft het eigenlijk vrij simpel gewonnen, vind ik. Ja, aan de ene kant wel. Wat jij zegt, Van Gerwen weet het heel goed af te maken. Maar zoals je ook ziet aan de uitslagen. De eerste set weet je dan nog wel met 3-0 te pakken. Maar de andere sets die daarna achterkomen is 2-3, 3-2, 3-2. En dan nog een 3-1 tussen 2-3, 3-2. Dus iedere keer zit Chisnall er pakt hij de set zelf. Of dan zit hij er heel dicht op. Maar Van Gerwen heeft deze wedstrijd puur gewonnen. Omdat hij gewoon echt heel goed is om in die laatste leg juist goed te starten of juist nog net even een extra 180 in die laatste leg te gooien. Net nog even die machine aan in de laatste leg. En dat is waar hij zich onderscheidt met de andere goede darters. Ja, zeker. Ik denk dat Van Gerwen, de terechte winnaar is. Chisnall blijft inderdaad echt een topper. Maar ik denk dat het een beetje hetzelfde verhaal wordt als bij Price en Wright. Wanneer gaat hij Michael Van Gerwen verslaan? Ja, wanneer gaat hij een major toernooi winnen? Dat zullen we zien. Deze wedstrijd was natuurlijk dat Chisnall iets van 20 keer op rij al niet van Gerwen had gewonnen. Dus hij was eigenlijk al theoretisch kansloos voordat hij was begonnen. Dus dat is natuurlijk ook wel geinig. Maar inderdaad, die Chisnall kan zomaar een major winnen. Maar dat kan ook een nieuwe Peter Wright worden die we wel eens in de finale ziet. En die misschien nooit een major gaat winnen. Nou, dan hebben we de eerste major gehad. We gaan straks zeker vooruitblikken op een andere major. Dan wil ik het toch heel kort even hebben over de Champions League of Darts. Ondanks dat dat niet helemaal ons ding is. Vorige keer in de podcast duidelijk over gesproken dat dat gewoon een B-toernooi is. Pim haalt het net ook aan. Het is gewoon een demo-toernooi. Het telt niet mee. Maar toch, wat hebben we één hele mooie halve finale gezien. En wat een finale. Ja, en ik denk die Champions League of Darts, buiten dat het niet heel serieus is natuurlijk, is het wel gewoon een goed toernooi voor de topspelers om te zien hoe goed ze nou eigenlijk zijn. En nou ja, dan zie je dat Van Gerwen, wat we eigenlijk al zeiden, alsnog de beste is. Peter Wright maakt hem opnieuw heel erg moeilijk. 11-10, ja, dichter bij elkaar kan het bijna niet. Maar Van Gerwen die pakt hem gewoon. En in de halve finale wint hij ook nipt van Gerwin Price. Dus wat we al zeiden, Van Gerwen is gewoon echt heel goed in het finishen van de wedstrijden. En, ja, goed. Ja? Goed, Peter Wright mist bij een stand van 10-7 uit mijn hoofd. 3 pijlen op dubbel 12 voor de wedstrijd. En je ziet gewoon de angst in zijn ogen om het af te maken tegen Van Gerwen. En dat valt gewoon echt op. Wat is gewoon, op deze manier gaat Peter Wright nooit Michael Van Gerwen verslaan op een groot toernooi. Nee, dat zeker niet. Je moet een beetje arrogantie hebben om Van Gerwen te verslaan. De arrogantie die Van Gerwen zelf natuurlijk wel heeft. Waardoor hij
op de nummer 1 positie al zo lang staat. Maar inderdaad, het moeilijkste is om de nummer 1 te verslaan. Omdat Van Gerwen, die staat al zo lang op nummer 1. Die is al zo lang de beste van de wereld. En ja, als jij als Peter Wright zijnde de beste van de wereld kan verslaan. Als je daar kans op krijgt. Ja, dat zorgt natuurlijk wel voor extra zenuwen. Maar aan de andere kant, Peter Wright is al zo vaak in dit soort situaties gekomen. Ja, hij moet het toch een keer afmaken. Goed, hij heeft het niet afgemaakt helaas. Dan gaan we naar de laatste Eurotour van het jaar. De Gibraltar Dwarstrofie. Ja, en daar zagen we iemand die ook in Rotoe het jeugdkaars had. Wessel Nijman. Ja, zeker leuk om hem te zien. Volgens mij won hij zijn eerste wedstrijd ooit op de Eurotour. Ja, weet jij dat zeker? Ja, dat weet ik zeker. Uiteraard, ik volg Wessel Nijman die van chips houdt zeker erg graag. Hij versloeg Darren Webster, die eigenlijk het hele jaar geen pepernoot gooit. Met 6-5. Hij kwam volgens mij 5-2 voor. Vervolgens slaan de zenuwen toch toe bij Wessel Nijman. Maar goed, hij trekt het uiteindelijk toch naar zich toe. En hij wint heel goed. Andere Nederlanders die hun eerste ronde partijen wonnen, dat waren Jeffrey de Zwaan en Danny Noppert. Maar ja, mm-hmm. Die verloren net als Wessel Nijman bij de laatste 32. Voor de Zwaan misschien zorgwekkend, misschien ook niet. Dat zal de toekomst uitwijzen. Hij speelde tegen een zeer goed spelende Dave Chisnell, waar hij nip doorgeklopt werd. Hij houdt gewoon niet zijn laatste eigen lek. Ja, had hij dat wel gedaan, dan gooit hij gewoon Dave Chisnell eraf. Wat verder opviel in de tweede ronde, dat was José de Souza, excuses als ik het verkeerd uitspreek, die tegen Michael van Gerwen moest. En die maakt het Michael van Gerwen toch erg lastig. Ja, daarmee is sowieso die José de Souza. Dit is echt wel zijn jaar geworden. Hij heeft ook, was het 1 of 2 Players Championship toernooien gewonnen. Nou, hij komt uit Portugal. Daar hebben we nog nooit een dartaard gezien. En hij doet het zo ongelooflijk goed dit jaar. En inderdaad, hij maakt het Michael van Gerwen moeilijk. Er was wel nog een bijzonder moment in die wedstrijd, of niet? Ja, de Souza staat op stond op 120. En wat we eigenlijk liever op een World Series toernooi zien, doet de Souza gewoon op de Eurotour. Die gaat gewoon voor 3 keer topspel op 120. Ja, zo moet hij ook, hè? Vervolgens gooit hij de eerste pijl erboven. Gooit hij een single en dan gooit hij een vervolgen. Zelfs niet in de single. Hij gooit een triple 20. En vervolgens weer een triple 20, waar hij zich doodgooide. En ik denk dat hij op dat moment ook per direct de wedstrijd weggeeft. Nou ja, dat hebben we natuurlijk al vaker gezien bij José de Souza. Die heeft nog wat moeite met rekenen soms. Ja, meestal dan komt hij ermee weg. Maar tegen een Michael van Gerwen kom je met een rekenfout. Daar kom je echt niet mee weg. Goed, dan gaan we naar ik denk de enige verrassing die in de kwartfinale was. Of in de halve finale. Nee, nou gaan we alles door elkaar halen. In de achtste finales was dat Nathan Espinel Michael van Gerwen naar huis gooide. En dat hadden we toch wel redelijk zien aankomen op dat moment. Ja. Nou, wat we eigenlijk al zeiden voor de World Grand Prix. Voor de Grand Prix was Van Gerwen niet echt heel erg in vorm. En dat zie je ook hier bij de wedstrijd van Nathan Espinel. Op een of andere manier weet hij op de televisie. Die ze nooit wel weg hoeft te gooien. Maar inderdaad, dit was ook een van de tekenen waardoor ik van tevoren zei, ja, Van Gerwen, daar moeten we niet zo heel veel van verwachten. Nathan Espinel is natuurlijk een hartstikke goede darter. Maar een normale Van Gerwen moet daar gewoon van winnen. Klopt, maar ik heb Van Gerwen er niet van. Espinel gooit een goed toernooi, maar gaat helaas tegen Dave Chisnell zitten in een hele nipte kwartfinale. Ja, en dan, ik denk, meteen de verrassing van het toernooi is ook meteen de winnaar. Christoph Ratajski. Ja, de eerste Pool die een Eurotour weet te winnen. Ook net zoals José de Souza. Ratajski had vorig jaar had hij ook al een goede prestatie. Maar dit jaar is ook zeker het jaar van Ratajski gewonnen. Volgens mij is hij nummer 1 op de Pro Tour ranking. Of nummer 2 of zo. In ieder geval met Durant in de buurt. Dus het is echt een van de beste darters die op dit moment in ieder geval op de vloer rondloopt. En hij wint gewoon met 8-2 tegen Dave Chisnell, die een aantal weken daarna
gewoon in de finale staat van de Grand Prix. Dus ik zie Ratajski echt nog wel een leuke prestatie neerzetten op een volgend televisietoernooi waar we hem kunnen bewonderen. Over de vloer gesproken, voorafgaand aan de World Grand Prix, we hebben natuurlijk weer de Player Championship in Dublin gespeeld. Oh, wat was Gavin Price goed hè, op de eerste dag. Ja, Cameron Price was lekker bezig. En hij won hem ook gewoon. Vierde titel van het jaar al. Dat laat al wel zien dat hij inderdaad lekker bezig is. Een aantal namen die hij versloeg. Adrian Gray, Titus Kanik. Nou, dat zijn natuurlijk niet grote namen. Maar daarna Simon Whitlock. Jermaine Watimena. Wil ik toch even inbreken op Simon Whitlock. Ja, die Prijs wint wel 6-5. Maar Whitlock komt in die wedstrijd 5-3 voor. En die verpest het gewoon weer zelf. Wat we eerder ook al aangeven met Whitlock. Hij verpest het gewoon zelf. Ja, kijk, ik vind het een beetje zielig voor Whitlock eigenlijk. Want ik vind het echt een leuk figuur om in de dartwereld. Echt een authentiek iemand natuurlijk met zo'n lange staart. Maar ja, ik, wat ik al zei. Er zit geen enkele overtuiging in Whitlock's spel. Goed. Vincent van der Voort, Jermaine Watimena en Danny Noppert verloren bij de laatste 16. Wat opmerkelijk was dat Vincent van der Voort tegen zijn grote vriend Mensen Sujovic speelde. Vincent stond 5-3 voor, maar verloor toch 6-5. Moeten we ons zorgen gaan maken naar het EK toe? Nee, dat denk ik niet. Want hij haalt toch gewoon de laatste 16. En dat is voor een Vincent van der Voort die het afgelopen jaar langzaam terug is gekomen. Is het gewoon een prima prestatie. Dus ik zie het juist als een goed teken dat hij die laatste 16 haalt. En dat hij het mensen van Sujovic gewoon hartstikke moeilijk maakt. We gaan net zien of het de goede kant valt op het EK van Vincent van der Voort. De tweede dag werd gewonnen door José de Sousa. Hij versloeg met 8-6 Glenn Durant. Toch beide mannen die alle twee dit jaar, ik volgens mij, alle twee nieuw zijn op de Tour. Speelden toch goed zo beide heren. Ja, zeker. De Sousa pakt een tweede titel in een jaar als PDC-speler. Wat ik al zei, als een Portugees is dat gewoon een hele goede prestatie. Van Glenn Durant win je ook niet zomaar. Dus ik ben heel benieuwd. En ik weet niet, misschien dat jij daar ook wel een mening over hebt. Ik denk dat José de Sousa op het echte televisietoernooi, dat hij daar eigenlijk niet goed genoeg voor is. Dat hij daar zal mislukken. Of in ieder geval een langer tijd nodig heeft om daar op zijn gemak te voelen. Ik denk dat hetzelfde is als met Ratajski. Ik denk dat het even gaat duren. Maar ik denk dat ze uiteindelijk echt toppers op tv worden. Maar of ze echt voor de grote majors gaan meespelen, dat denk ik niet. Ik denk dat er Glenn Durant bijvoorbeeld daar meer in de aanmerking voor komt. Beste Nederlander was Jermaine Watimena. Hij bereikte de kwartfinales. Ik wil het toch even aanhalen. Ik kijk al jaren naar hem. Groot verlies voor hem begin dit jaar. Zijn vrouw overlijdt. Maar Alan Norris lijkt toch weer een beetje op de weg terug. Ja, hij een beetje. Hè? We moeten het ook niet te overdrijven. Maar inderdaad, Casper die heeft ook een leuk interview met hem opgenomen of geschreven eigenlijk. Die je zeker ook even terug moet lezen op onze website. Hij had de laatste 32 bij beide toernooien, bij de twee laatste toernooien. Een leuke prestatie, maar Alan Norris, die kan echt wel, net zoals de Sousa, die is echt niet minder dan de Sousa van Ratajski, die kan gewoon ook de finales halen. Ik hoop dat hij zijn tourkaart kan houden en dat hij gewoon lekker volgend jaar weer terug kan komen op zijn oude niveau. Hopen wij natuurlijk ook, dan gaan we naar het laatste Player Championship weekend. Ja, en ik denk toch wel een van de saaiste finales die we dit jaar gezien hebben, niet qua spel, maar qua namen. Brandon Dolan tegen Ian White. Ik heb hem gekeken. Beide heren doen mij niet zoveel, als ik heel eerlijk ben. Dolan is wel op de weg terug. Ik ben benieuwd hoe ver hij gaat komen. Ik denk dat het voor Dolan moeilijk wordt om weer de top 32 in te komen. Omdat Dolan gewoon nog niet constant genoeg is in mijn ogen. Als het goed is gaan we hem wel weer terugzien op het WK. Aangezien hij dit jaar twee Player Championships heeft gewonnen. Ja. Beste Nederlander was die dag was Ron Meulenkamp. Die komt in de finale voor. In de halve finale, ja. Met 5-3 tegen Ian White. Maar verliest 4 legs op rij en gaat toch weer zitten in die halve finale. Ja. Ik zie daar toch meer het positieve in. Ron Molenkamp, die haalt de halve finale. En dat is gewoon een goede prestatie. En natuurlijk wil je als Molenkamp de finale halen.
Maar ik denk dat komt nog wel van Meulenkamp. Hij had nu de halve finale en de volgende keer had hij de finale, zo zie ik het. Ja, maar dit is al de zoveelste keer dat hij strandt in de halve finale. Ik heb het natuurlijk ook aan hem gevraagd in de podcast die we met hem gedaan hebben. Maar je ziet toch dat hij aangeeft dat het niet helemaal zijn ding is. Of dat hij er zelf niet mee zit. En dat vind ik toch wel apart. Dat je toch, je verliest al door in de halve finale. Ja, ik vind dat ook moeilijk om te begrijpen aan de ene kant. Want je zou zeggen, als een darter zijnde, ben je daar om dat toernooi te gaan winnen. Maar aan de andere kant denk ik dat een Meulenkamp echt wel tevreden is achteraf als hij bij de laatste vier is geëindigd. Of misschien al wel bij de laatste acht. En ik weet niet of je dat als iets slechts kan zien of als gewoon een manier om je eigen prestaties goed te kunnen beoordelen. Ik vind dat moeilijk. Ja, ik vind het ook moeilijk. Laten we er op een ander moment op terugkomen. Player Championship 30, dag erna, werd gewonnen door Peter Wright. Ja, Peter Wright die speelde een fenomenale dag. Hij kon bijna niet in de problemen, alleen tegen Steve West en Mark McGinney. Maar weet dat alle twee goed om te draaien naar zijn eigen hand. Beste Nederlander was Danny Noppert met een halve finale. Die ook gewoon kansloos werd weggespeeld door Peter Wright. Wright die die dag ervoor de finalist treft, Christopher Retajski. Waar hij het nieuwe wereldrecord. Ik herhaal even opnieuw, dames en heren. Het gemiddelde van 123,53 gooit. Dat is het hoogste gestreamde gemiddelde ooit. Dus het hoogste gestreamde gemiddelde ooit. Dus dat houdt in alleen via PDC.tv. En ja, ik denk maar dat Dan Dawson helemaal uit zijn dak ging. Ja, maar 123, dat is niet normaal, is dat zeg maar. Maar wat wel grappig is met het wereldrecord, is dat het op Twitter, ja, dat heb jij waarschijnlijk ook wel gezien. Ja, ze wisten eigenlijk niet waar het nou een wereldrecord van was. Het is nu het hoogste gestreamde. Eerst was het ook nog gezegd dat het het hoogste gemiddelde ooit was op een pro tour of überhaupt ooit. Dus ze moeten gewoon even een goed lijstje maken van die records. En dan, ja kijk, je kan natuurlijk altijd wel een record verzinnen ergens. Het hoogste gemiddelde van de Players Championship in 2019, weet ik veel. Maar 123 is gewoon echt een heel hoog gemiddelde. Maar moet ook eerlijk zijn, we zien het vaker zo'n superhoog gemiddelde. Verder was er weer geen nieuwkomer op de Tour. Maar hij mocht zijn tweede Pro Tour weekend gooien. Wessel Nijman bereikte knap de laatste 32 met overwinningen op Adrian Lewis en Harry Wirth. En dat sloot eigenlijk ook meteen het Player Championship seizoen af. Ja, en dan denk ik dat we ook daar een leuk gemixt seizoen hebben gehad. Met veel verschillende winnaars. Veel verschillende verliezers natuurlijk ook die in de finale hebben gestaan. Maar met name de Sousa en Retajski springen er voor mij heel erg uit op de Players Championship toernooien. Ja, ik weet niet wat jij ervan vond. Wat vond jij van dit jaar van de Players Championships? Ik vond het een mooi Player Championship jaar. En ik denk dat we ook een hele mooie Player Championship finals gaan zien. Zeker omdat het speelveld ligt enorm open. Wat ons eigenlijk ook meteen brengt op de Pro Tour qualifiers. Ik wil er heel kort even op terugkomen. We zien dat Van der Voort, Meulenkamp, Van Barneveld en Jelle Klaassen, die hebben zich via die lijst geplaatst. Ja, ik mis toch op zo'n lijst Benito van der Pas, Jan Dekker, Christian Kist. Waar zijn ze? Ja, geen idee. Ik moet zeggen, het verrast mij al heel erg dat Jelle Klaassen erop staat. Dat had ik echt niet verwacht als je zijn prestaties dit jaar bekijkt. Maar heel simpel, waarom zijn Van der Pas en Kist en dat soort mensen er niet? Maar ook de andere PDC-spelers die dit jaar zijn erbij gekomen, en Zonneveld, dat soort mensen, waarom zijn die er niet? Ja, heel simpel, ze waren dit jaar gewoon niet goed genoeg. Er waren heel veel nieuwe darters die wel het niveau aankonden. En de andere darters die konden het niveau niet aan. Ze waren gewoon te slecht om die beste 32 te halen. Zo simpel is het. Verder zijn ook de Player Championship Finals bekend. De namen en de loting. Daar gaan we op de podcast naar de Grand Slam zeker op terugkomen. In de volgende podcast gaan we ook terugkomen op de World Series of Darts Finals. Daar gaan we ruimschoots op vooruitblikken. Met een gast, uiteraard.
Dan gaan we even naar de internationale tours. Dat heb jij een beetje gevolgd, Pim. Ja, zeker. Ik vind dat sowieso heel leuk, omdat je allemaal landen ziet die je eigenlijk nooit op de PDC Tour ziet. En dan zie je dat de PDC Nordic en Baltic Tour, zeg maar de Scandinavische en de Baltische Staten, daar zie je heel duidelijk welke twee darters het beste zijn. Darius Labanauskas, die wint de eerste. En Madars Rasma, die wint de tweede. De eerste wordt dus gewonnen door iemand uit Litouwen en de tweede iemand uit Letland. En die twee zijn dus ook al gekwalificeerd voor het WK. Labanauskas door goede prestaties op de Pro Tour. En daardoor kwam er een extra ticket vrij voor een Scandinavische speler. Dus Madars Rasma, die is al gekwalificeerd. Maar een derde ticket voor die Tour, die wordt dus nog verdeeld. Hoogstwaarschijnlijk wordt dat Marco Kantela uit Finland. Verder heb jij, heeft Keen Barry zich ook geplaatst voor het WK. Dus die gaan we zeker terugzien. De Challenge Tour is ook het laatste weekend van gespeeld. Callan Ryers wint de Challenge Tour dit jaar. Met twee titels pakken ermee een tourpaard en een plek op het WK. Wie ook een tour kan pakken, dat is Jezus Norga. Ja, ik dacht dat Jezus in de hemel zat, maar we zien hem volgend jaar ook op de Tour. Ja, en ook, ja, Noguera, ik weet ook niet precies hoe die naam uitspreekt. Maar een Spanjaard die een tourkaart pakt, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Laten we hopen dat Alcinas, de andere Spanjaard, ook gewoon zijn tourkaart houdt. Zodat we een extra Spanjaard op de PDC Tour kunnen zien. Maar nou ja, de Challenge Tour, daar doe je niet zomaar goed op. En die Noguera, die wordt gewoon tweede. En nou, tourkaart heeft hij verdiend. Hij plaatste zich nog bijna op het WK, want het was echt nog heel spannend dat laatste Challenge Tour weekend. Maar ik ben benieuwd wat die Spanjaard volgend jaar zal doen. Goed, verder zijn er ook nog meer WK-qualifiers bekend. Dus Keen Barry, wat ik net al opnoemde, en Damon Hetta. Ja, Hetta gaan we natuurlijk ook zien op de World Series of Darts Finals. Ja, wat moeten we eigenlijk van die man gaan verwachten? Nou, ik wil zeggen veel. We moeten veel verwachten, maar het zal heel erg aan de loting liggen. Als zo'n Hetta tegen een wat betere Pro Tour speler moet gaan spelen, dan zal het heel moeilijk worden. Maar ik denk dat Damon Hetta, die maakt zeker kans om in ieder geval de eerste ronde door te komen. En het is zeker de beste darter uit deze qualifier die we sinds jaren hebben gezien. Want de afgelopen jaren, als er dan een Australië voor de DPA Tour gekwalificeerd had, ja, dan was het gewoon echt niet heel veel. Nu hebben we in ieder geval iemand om naar uit te kijken en die misschien wel voor een verrassing kan zorgen. Goed. Dit weekend werd ook nog de West-Europese WK qualifier gespeeld en daar was jij bij. Je hebt zelfs meegedaan. Ja, ik heb zelfs meegedaan, ja. Nou, de zaterdag was ik compleet kansloos tegen Jordi Meeuwse, die alles ging onder de 15 darts uit. Vrij veel respect voor Jordi Meeuwse. Helaas gaat hij die ronde daarna meteen zitten. Het toernooi werd gewonnen door Jan Dekker. Die in de finale 5-3 achterkomt. En Dirk Telkens miste 3 matchdarts. De mannen waren elkaar erg aan het opfokken in de finale. Verder in details gaan we niet treden. Maar het was een verhitte finale. Onderweg versloeg Jan Dekker Dirk van Duivenbode bijvoorbeeld. Geert Neentje, Jeffrey de Graaf. Ja, en in de finale Dirk Telkens. Wat opvallend was, is dat hij toch erg in de problemen kwam tegen Justin van der Gouw. En dat kwam niet serieus in de problemen. Al had Justin zijn trippeltjes wel gegooid in de laatste leg, dan hadden we Justin de Gouw, wie weet wel, op het PDC-WK gezien. Opvallend was dat Geert Neentjes er ook was. Eigen verklaring was van, ik ben toch nog niet zeker, mocht ik het verpesten op het laatste development tour, kan ik eventueel toch nog een ticket ophalen. Ticket is in mijn ogen gelukkig niet naar Geert Neentjes gegaan. Die zich toch wel plaats via de development tour ranking als hij geen gekke dingen doet. De zondag werd de WK qualifier voor de jeugd gespeeld. Daar heb ik zelf ook aan meegedaan. Ik verloor helaas in de eerste ronde van Mike de Kuif, die ook meteen in de finale stond. Maar die werd helaas in de finale verslagen door Gauke van de Boon, die met 6-4 te sterk was voor Mike van de Kuif. Het scheelde niet veel. Al had Mike van de Kuif ook een ticket gepakt. Hij versloeg onderweg ook Denny Jansen, die gewoon totaal niet in zijn spel kwam tegen Mike de Kuif. Tegen Gauke van de Boon, excuses. Het andere ticket ging naar Jamai van de Hendrik.
Dat was toch wel verrassend. Een vrij onbekende naam. Dart, als het goed is, nog niet zo lang, zover ik weet. Hij speelde zowel tegen de broertjes Bus. Waar hij die eigenlijk alle twee versloeg met 6-3 en 6-4. Vervolgens moest hij tegen Joost Geurts. Die stond 4-2 voor. Maar die gaf het toch uit handen. En zo won Jamai toch met 6-4. Ja, en toen in de finale speelde hij tegen Finn Kalsbeek. Dat is toch een maatje van me tegenwoordig. Die kan ik goed. Finn die begint goed. Er komt 1-0 voor. Krijgt kansen om 2-0 voor te komen. Dat is eigenlijk meteen het einde van de wedstrijd. Daar verpest hij het zelf. Helaas, in mijn geval dan. Maar voor Jamie van Hendrik goed. Die gooit uiteindelijk nog 90 uit. Terwijl Finn op dubbel 10 staat te wachten. Helaas. Dus we gaan... Jermijn van de Hendrik en Gauke van de Boom gaan we terugzien op het jeugd-WK. Ja, ik moet zeggen, ik had beide namen had ik nog nooit van gehoord. En ik ken behoorlijk wat mensen op die jeugdtour. Dus ja, ik vind het knap en leuk voor hen. Wat natuurlijk meespeelt is dat andere goede jeugdspelers als Owen Roelofs en Jurjen van der Velde, die hadden zich al geplaatst door dat ze meededen op de development tour voor het jeugd-WK. Dus dat maakt het iets simpeler voor een verrassing. Maar natuurlijk sowieso echt knap van die Jamai van den Hendrik en Gauke van der Boom. Verder zijn ook de Zuidwest-Europese WK-qualifiers gespeeld. En er is iemand, ik ben totaal absoluut geen fan van hem. Maar hij is wel, gaat wel naar het WK. José Justicia. Ja, dat is een beetje de Garvin Price van uit Spanje. Die is waarschijnlijk... onder het dakpubliek het meest bekend dat hij een keer ruzie aan het maken was met Adrian Lewis op een Players Championship toernooi. Maar het is een tourcardhouder, net zoals Tony Alcinas, waar hij in de finale tegen speelde. Ook die Development Tour de Challenge Tour nummer 2, die Nogueira deed mee, die haalde de halve finale. Die verloor toen van Alcinas. Ik moet zeggen, ik had liever Tony Alcinas daar gezien op het WK. Maar José Justicia heeft het aan de ene kant ook wel verdiend. Ja, zeker heeft Justicia het verdiend. Het zal toch mooi wezen als hij een rondje verder komt dan Adrian Lewis loopt. Ja, laat het hopen. Hij zorgt in ieder geval voor spektakel. Dat vind ik in ieder geval leuk om naar te kijken. Verder is ook de JDC-toernooien zijn afgemaakt. Vorige keer waren ze halverwege. Nederland won natuurlijk de World Cup bij de JDC. De International Open met gewonnen door de Keane Berry, die we ook op het WK terug gaan zien. En dat WK heb jij een beetje gevolgd. Het JDC WK. Ja, ik moet zeggen, Nederland, hoewel ze zeg maar in de teamfinale was Nederland A die tegen Nederland B speelde. Nederland A won met 4-0. Ik vond ons Nederlandse team heel erg teleurstellend eigenlijk. Ik vond dat Jurjen van der Velde niet liet zien wat hij kon. Owen Roelofs was echt absoluut niet goed dit weekend. Ja, Marcel Bus, hoe erg ik hem ook aardig vind. Ja, dat was gewoon echt niet zo. Ja, was gewoon slecht. Het was gewoon vreselijk. Het was gewoon niet om aan te zien. Ja, gewoon. Nee. Je moet realistisch zijn. Dat is gewoon. Zal hij vanzelf ook denken. Ja, hij zal vast teleurgesteld zijn. Ik denk dat het een zenuw was. Waren maar in ieder geval de Tsjechen. De mannen uit Tsjechië. Die vielen mij heel erg op. Hetzelfde op het WDF-WK waren zij ook al heel goed. Maar het is dus Adam Gaulas, als ik zijn naam goed uitspreek. Die hadden dus gewoon de finale van het JDC-WK. Die nog gespeeld moet worden trouwens. En opnieuw tegen Keane Berry, die dus al op het voor het Alexander Palace heeft gekwalificeerd. Maar dus nu opnieuw op 21 december daar mag komen om te gaan spelen tegen die Tsjech. In ieder geval een wedstrijd om naar uit te kijken. Enige Nederlander die überhaupt een halve finale heeft gezien op het teamtoernooi na was Daan Bastiaanse. Hij verloor in de halve finale met 5-2 van Barry. Die we natuurlijk terug gaan zien in Ali Pelli dit jaar. Bij de BDO zijn ook weer een paar toernooien gespeeld. In Bradfield is de Bradfield Open en de Bucks Open gespeeld. Daar wonnen Brian Ramdam en Nicky Kenny bij de heren. En Bro Greaves die won twee keer van Fallon Sherrock bij de dames. Het deelnemersveld bij het BDO-WK is ook bekend. We gaan een hoop Nederlanders daar terugzien. Er komt uiteraard een BDO-special. Die zal na Ali Pelli online komen. Verder later meer daarover.
De WDF World Cup is ook gespeeld. Ik ga heel snel door de winnaars heen. Darren Harry, Miro Suzuki, Kylan Kay, Bo Greaves, David Cannon en Jeff Smith. Miro Suzuki en Manu Kelly, Kaylin Kay en Brad Phillips, Bo Greaves, Shannon Reeves, Thomas Houtdek en Anna Voltavolna. Wales won een team event bij de heren en Engeland bij de dames. Overal won Nederland bij de heren, Engeland bij de dames en Engeland bij de jeugd. Nederland pakt 7 medailles, 1 keer goud en 6 keer brons. Ja, nee, maar nog om even heel kort terug op dat WK. Wat de WDF heel goed doet is om de sport internationaler te maken. Bijvoorbeeld een land als Egypte was op dit WK. Oekraïne maakte zijn debuut, maar ook Slovenië en Slowakije, die landen die je normaal nooit ziet op dit WK. Maar ook als je naar de winnaars kijkt, dan zie je hoe internationaal de dartsport langzaam aan het worden is. Je hebt met Mikuri Suzuki, je hebt een Japanner die ook de koppels wint. Je hebt Tsjechen die de mixed koppels wonnen bij de jeugd, maar ook die in de finale staan bij de jeugdkoppels en bij de dameskoppels. Maar nog bijzonder nog is de Iranier Mehrdad Saifi, die gewoon in de jongens single finale staat. En die eigenlijk over het hele toernooi een 80 gemiddelde loopt te gooien. Wie had dat gedacht? Darters uit Iran die ook nog goed kunnen presteren. Ik ben heel erg benieuwd wat een land als Iran te bieden heeft over een tiental jaar. We gaan het zeker meemaken. Ik denk dat het tijd is om vooruit te blikken op een mooi toernooi, denk ik. We gaan heen met een hele hoop Nederlanders. En ik denk dat we meteen maar bij de eerste Nederlander moeten beginnen. Het Unibet European Championship. Eerste ronde. Michael van Gerwen, Ross Smith. Nou, een eitje. 6-0. Glenn Durant, Ricky Evans. Dat is een spannender, in ieder geval leuk om naar te kijken, maar Glenn Durant zal weinig moeite hebben met Ricky Evans. En ik weet dat jij hem heel erg leuk vindt, dus jij zal waarschijnlijk iets anders zeggen. Nou, ik ben zelf heel erg fan van Glenn Durant. Ik wil eigenlijk beginnen met het verhaal. Ik zat samen met Patrick Bus, dat is de mede-eigenaar van Dutch Actueel, samen met mij. Zaten we de loting te bekijken voor het EK op het punt dat Ratajski de finale nog niet gehaald had. Op dat moment zal de nummer 16 tegen de nummer 17 spelen. Op dat moment was de nummer 17 Steven Bunting en de nummer 16 was Ricky Evans. Ja. Nou weten we dat vrienden van elkaar zijn. En ik zag er echt heel erg naar uit om Steven Bunting tegen Ricky Evans te zien. Mm-hmm. En Glenn Durant vervolgens tegen Steve Beaton. Want zo zal dat dan, als het goed is, in elkaar zitten. Helaas mocht het niet zo zijn. Vind ik zelf erg jammer. Ik had er echt naar uitgekeken om die twee tegen elkaar te zien. Maar goed, Ratajski gooide Poolse tegellijm in het water. Dus het verliep wat stroef. En zodoende krijgen we dus Glenn Durant, Ricky Evans. Ik denk dat Ricky Evans gewoon nog steeds geen tv-speler is. Hij is nog veel te veel bezig met de camera's. Ja. Ik denk dat Glenn Durant die zo overheen walst. Ja, dat denk ik ook. Maar het zal in ieder geval, Ricky Evans is altijd leuk om naar te kijken. Zeker leuk om naar te kijken. Wie dit jaar ook erg leuk is om naar te kijken, is Mervyn King. Ja, ik moet zeggen, niet zijn uiterlijk per se, maar maar ze darten, ja, daar heb je gelijk in. Hij neemt het op tegen Joe Cullen, die als 8e geplaatst wordt, in tegenstelling tot Mervyn King als 25e geplaatst. Ik denk dat het een spannende wedstrijd wordt, maar dat Mervyn King uiteindelijk aan het langste eind zal trekken. Dan Rob Cross, Dan Webster. Ja, ik denk dat we misschien vooraf al 6-0 kunnen gaan invullen. Nou, dat weet ik wel bijna zeker. Darren Webster, hoe die zich voor dit EK heeft gekwalificeerd. Ik zou het niet eens weten. Ik denk dat Rob Cross deze Webster heel makkelijk zal verslaan. Dan, ik denk wel een van de mooiere potjes in de eerste ronde. Dave Chisnall tegen Dimitri van den Berg. Ja, als ik moet kiezen, dan kies ik sowieso Dave Chisnall. Ik vind van den Berg gewoon niet overtuigend genoeg. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ja, ik weet het niet. Van den Berg is op tv natuurlijk beter dan op de vloer. Maar ja, dit jaar nog niet echt in vorm. En ik denk dat Dave Chisnall inderdaad met zijn huidige vorm eroverheen walst. Dat denk ik tevens ook van James Wade, Johnny Clayton. Ik weet niet of jij daar nog andere voorspellingen voor hebt. Ik neem aan als je dan James Wade bedoelt, die daar wat makkelijker gaat winnen. Ja. Zelfde geldt voor Terrell Gurney tegen William O'Connor. Ja, ik heb met Clayton en O'Connor een beetje hetzelfde. Die kunnen een matige
wedstrijd spelen. Maar die kunnen ook zeker echt wel een leuke wedstrijd spelen waar ze het Wade en Gurney moeilijk kunnen maken. Maar als ze echt willen winnen, dan moeten Wade en Gurney gewoon een matige wedstrijd zelf spelen. En dat zie ik niet voor me. En dan komen we bij een van de twee krakers in de eerste ronde. Adrian Jackpot Lewis tegen Simon Whitlock. Ja, Whitlock hebben we natuurlijk niet echt heel goed zien spelen op de Grand Prix. Maar Lewis heeft dit jaar ook nog niet echt... Hij is natuurlijk al de weg terug, maar hij heeft nog niet echt kunnen overtuigen. Ik denk, als ik moet kiezen, als ik mijn geld erop zet, dan zet ik hem op Lewis. Ik denk ook Adrian Lewis. Lewis moet. Lewis is weer in de problemen voor de top 16. Dat weet hij ook. Dus hij zal wel moeten. Wie ook zal moeten, die de als 31ste geplaatste Michael Smith, die speelt tegen Ian White. Ja, die zal zeker moeten. Ik vind het zo bijzonder dat iemand die in de Premier League gespeeld heeft, dat hij zichzelf als 31ste geplaatst heeft. Ja, dan is er toch iets mis met je spel als Michael Smith zijnde. Ik denk, als ik moet kiezen, ik denk toch Ian White. Ik ga een gokje wagen. Ian White, die wint gewoon van Michael Smith. Dat denk ik ook. Dus dat denk ik wel. Keegan Brown, Stephen Bunting. Brown wel als 15e geplaatst, maar ik denk dat dit toch wel voor Bunting nodig is. Zeker als hij echt weer wat wil stijgen op de ranking. Ja, ja. Voor Keegan Brown natuurlijk hetzelfde verhaal. Bunting hebben we simpelweg dit jaar gewoon meer gezien op televisie. Dus heeft voor mij de favoriete rol. Maar ik zou hier niet uit kunnen kiezen. Ik zou het echt niet weten wie hier de wedstrijd zal winnen. Nou, dan vriend van de show, Jeffrey de Zwaan tegen Peter Wright. Zeg het maar. Nou, zeg jij het maar, want ik weet het niet. Ik denk dat Peter Wright de klap van afgelopen zondag nog niet te boven is gekomen. En ik denk dat Jeffrey de Zwaan 6-4 gaat winnen. Nou, dat zou best eens kunnen. Ik ben met je eens. Hetzelfde geldt voor Jermaine Watimena tegen Jamie Hughes. Ik denk dat dezelfde uitslag 6-4 wordt. Ik denk dat Hughes niet in zijn spel gaat komen. Aangezien Watimena heel snel is. En die mentaal nu in orde is om wel zijn rust te bewaren achter Jamie Hughes. Ik zie Watimena wel weer ver komen dit toernooi. Dan, ik wil er toch nog even op inhaken. Dan moet de loting wel goed zijn voor Watimena. Want er zijn een aantal darters die wat hij mee dan gewoon niet kan verslaan. En een aantal namen vind ik bijvoorbeeld Rob Cross, Michael van Gerwen. Maar ook, ja, misschien zelfs een James Wade. Als hij gewoon zo'n normale spel laat zien. Dan wint wat hij mee dan gewoon niet van dat soort darters. Maar, en ook Jamie Hughes. Als hij zijn echte spel laat zien zoals hij op de Eurotour heeft laten zien. Dan zal hij best wel van wat hij mee naar kunnen winnen. Dan zal het in ieder geval een heel gelijke wedstrijd kunnen worden. Dus ook zeker een wedstrijd om naar uit te kijken. Jij zegt loting. Eventueel in de tweede ronde kan Jeffrey de Zwaan of Peter Wright treffen. Jermaine wat hij mee naar. En verder in het toernooi wordt het Ian Wright, Michael Smith, Keegan Brown of Stephen Bunting. Maar daar gaan we al heel ver vooruit kijken. Waar we wel naar uitkijken, en ik hoop dat Van der Voort niet op zijn telefoon gaat kijken, tegen mensen Sujovic. Nee, hij moet zeker niet op zijn telefoon kijken, want hij moet heel erg zijn best doen om deze wedstrijd te gaan winnen. Want die Grand Prix, volgens mij was het Van der Voort die het slechtste gemiddelde van de Grand Prix over het hele toernooi liet zien. Of dat nou door de camera kwam of niet. Ja, hij moet gewoon heel erg zijn best doen om Sujovic überhaupt moeilijk te maken, want Van der Voort is nou niet in die vorm, net zoals wat die Mena is, om er gewoon overheen te kunnen knallen. Ik denk dat Sojevic vrij gemakkelijk zal winnen. Ik denk dat Vincent van der Voort wint. Het wordt wel nipt, maar Van der Voort heeft dit jaar al 3-4 keer goed, echt goed spel aan te zien. Echt niet slecht. We weten dat hij het kan. En het moet er nu op slot ook een keer uit gaan komen voor Vincent van der Voort. Zeker als hij wil stijgen op de ranking. Ik denk al dat dit dan wel een echt een must-have is. Om eens een keer dit eruit te knikkeren.
Hij heeft zich ook weer nipt geplaatst, wil ik ook niet zeggen. Maar de manier waarop is weer, ja, het is wel weer Des Vincent van de Voort. Het is ook wel een beetje Des van Barnevelds, die manier. Het moet maar weer even gebeuren en het gebeurt natuurlijk ook weer. Als het een keer de andere kant opvalt, zoals de afgelopen paar jaar met zijn rugproblemen, dan staat hij er gewoon niet. Dus ik denk dat hij echt wel echt moet gaan stijgen op de ranking om dit soort dingen echt te gaan voorkomen in de toekomst. Nou, dan hebben we het over Vincent van der Voort gehad. Dan gaan we naar Christopher Tijski, Chris Doby. Gaat Doby hem pakken of niet? Zoals ik hem bij de Grand Prix zien spelen, gaat hij hem zeker pakken. Want Tijski is op televisie niet zo sterk als hij op... als hij op de vloer is, meestal zo rond de 90 gemiddeld, als het niet lager is. En Chris Doby, die hebben we gezien, die kan echt wel hoger dan 90 gemiddeld gooien. Het zal heel erg aan liggen welke Doby we daar zien, maar Doby zal Ratajski wel pakken. Ja, uiteraard. Nou, de volgende wedstrijd, daar kunnen we alvast denk ik 6-1 of 6-0 gaan invullen. Gavin Price, Ted Evans. Ja. Ik weet. Cameron Price zal winnen, maar Price heeft ook laten zien niet heel constant te zijn de laatste tijd. En Ted Evans is niet de grootste naam natuurlijk, maar die kan ook wel goed dat hoor. Die zal het hem zeker moeilijk kunnen maken. Ik denk dat Ted Evans gewoon nog te kort tv-ervaring heeft om deze wedstrijd tot een goed eind te maken. Gaan we naar de laatste wedstrijd... Nathan Aspinall, Steve Beaton, die natuurlijk ongelooflijk sterk was op de Eurotour qualifiers afgelopen jaar. En dat heeft natuurlijk ook een plek op het EK bezorgd. Nou ja, knap. Hij staat er gewoon weer bij. Die Beaton die is al zoveel jaar in het darten actief. Maar ja, ik ben wel fan van Beaton, maar qua darten vind ik hem gewoon niet goed genoeg om Nathan Aspinall te verslaan. Dus Nathan Aspinall zal deze wedstrijd echt wel gaan winnen. Dat denk ik ook. Dan gaan we naar het bracket kijken. Wie gaat er winnen? We gewoon net als de vorige keer, gewoon weer twee namen. Gewoon de finale voorspellen. Wie staan er in de finale? Michael van Gerber. Die gaat hem gewoon winnen. Ook al wil ik dat iemand anders de grote toernooien gaat winnen. En aan de andere kant... Ik ga een gokje wagen. De finale Michael van Gerwen tegen Chris Doby. Finale Michael van Gerwen tegen Gavin Price. Ik denk dat Price onderweg Peter Wright gaat uitschakelen. Of Jeffrey de Zwaan. Ik denk dat Jeffrey de Zwaan of Jermaine Wattiwena gaan heel ver komen. Want dat zit er echt aan te komen. En ik denk dat van Gerwen gewoon over Price heen was in de finale. Ja, maar daar zijn we daar in ieder geval over eens. Verder is er, wordt ook de World Masters nog gespeeld bij de BDO. Die begint... morgen. Dus daar gaan we zeker naar uitkijken. Daar komen we op de volgende podcast zeker nog op terug. Nou, dan wil ik Pim bedanken voor deze podcast. Geen probleem. Dan ben ik volgende week bij jullie terug. Dan weer samen met Erik. En dan zijn we met Dirk van Duivenbode. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet onze afleveringen van Road to Jeugdigraad te bekijken op het YouTube kanaal van Dutch Actueel. En dan horen jullie ons volgende week weer.